duivensport is een volksgebeuren en zeker bij deze beurzen is dat belangrijk dat de sport blijft doorleven. En hier is ook veel jeugd aanwezig en dat is ook wel leuk, want jeugd is de toekomst van de duivensport. Dus dat vind ik heel belangrijk. Op Fugare kijkt de jeugd zijn ogen uit. De grote hoeveelheid aan voeders, hokken en ervaringen maken het niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken voor hun spel. Maar het belangrijkste is dat ze geloven in wat ze doen. Er gaat veel in de wereld rond eigenlijk. Het gaat van voeding, je ziet dat hier op Fugare ook. Je hebt het van voeding naar voedingssupplementen en zo. Maar uiteindelijk, ik denk dat het handig is dat het best is om bij één systeem te gaan blijven. En echt, ieder systeem is wel goed op zich als je er zelf in gelooft. Dat is wel dat we zelf proberen ook, om één systeem uit te proberen. En als dat werkt, daar dan nog enkele dingen te gaan aan toevoegen. Maar op zich is het echt wel belangrijk dat je aan je eigen geloof, aan je eigen systeem houdt. Het is een heel mooie sport. Je beleeft er, het is echt een passie dat je sowieso hebt met dieren en met de training van die dieren eigenlijk. Dus in eerste instantie dat. In het andere opzicht heb je dat vooral het sportieve, het willen winnen. En als dat dan lukt, ja, is dat dan natuurlijk iets heel moois. Ja. Sinds 2018 dat ik ook in de jeugdclub zit en merk ik wel dat daar ook de concurrentie sterker wordt, dat er meer leden bij komen. Dus ja, je merkt wel dat het beter wordt, dat er een groter aantal komt, dat het interesse ook groter wordt. Door die factoren is het ook wel interessanter om zelf te gaan spelen, dus dat trekt dan ook weer nieuwe leden aan. Ja, ik vind wel dat de concurrentie wordt ook groter, ja. Nicole, dochter van dierenarts Henk de Weert, zette op jonge leeftijd haar eerste stappen in het familiebedrijf en de duivenwereld. Bij mij zijn natuurlijk wel met de paplepel ingegeven. Dus ik ben daar min of meer mee groot geworden. Het zijn natuurlijk super fascinerende dieren. En ik ben sinds 2013 in het bedrijf gekomen. Binnen het bedrijf ben ik meer met de operational side bezig. Het management, ook de dierenkliniek, bemoei ik mij mee. En op het sportief vlak vlieg ik samen met Erik Berkmoes in Lille in België. Ik zie het wel echt meer als een team. Dus mijn vader heeft goede duiven. Erik Berkmoes, waar ik mee samenspeel, is ook een bekende naam in de duivenwereld. Dus wij vliegen met onze beide duiven. En ja, en mijn vader doet uiteraard de medische begeleiding van de duiven. Dus die ziet die duiven regelmatig en die overziet het ook wel mee. En het is heel erg leuk om mee familie en een soort daar iets aan bij te dragen en daar verder in te gaan. Grote namen in de duivenwereld geven jongeren met plezier een duwtje in de rug. Dus heb je ieder jaar voor Hans Europa enorm veel duiven weg aan beginnende duivenmakers, dus voor ze hard onder de riem te stoppen. En het begin van je carrière, je vergeet nooit van wie dat je cadeautjes kreeg en van wie dat je hier iets gekregen hebt. Dus met plezier houden we dat ook in stand. Als wij als topspelers niets doen voor de nieuwe generatie, wie zal het dan wel doen? Duiven, dat is een passie. Je kunt dat moeilijk uitleggen, maar de mensen kunnen daar uren, dagen van praten. Als ik dan 100 jonge duivenmelkers over de vloer kreeg en dan zie je het vuur en de glimlach en de passie, ja, dat breekt je hart. Daarvoor doen we het. U zet iets op internet, doet een boodschap, u zegt een gratis topduif te verkrijgen van Plateau. In 1 uur hadden we 700 aanvragen. Wij hebben zelfs aan mensen met een beperking van 600 kilometer van hier, van het noorden van Nederland, die hebben als therapie dat ze met duiven spelen. En dan kreeg je een foto en stonden ze daar met een duivenman in de lucht en met een duifje in de hand. Wel, dan breekt uw hart. Het is fantastisch dat we dat kunnen doen. De return van zo'n mensen zijn ons veel meer waard dan al de rest. De KBDB blijft volop inzetten op verjonging van hun ledenbestand. Het ledenaantal daalt licht, maar we hebben de indruk dat er toch liefhebbers bijkomen, jeugdliefhebbers. Er zijn ook liefhebbers die starten die in het verleden met de duiven gespeeld hebben, maar die door omstandigheden gestopt zijn met de duivensport. Maar we zitten aan een klein 17.000 leden, maar daar komen vooral jongere liefhebbers bij. Armando, Nieuw Kim, dus... Die hebben veel publiciteit meegebracht
in de pers. En daardoor zijn er veel liefhebbers of mensen geïnteresseerd geraakt in de duivensport. Sinds 3 jaar hebben we een starterspakket die een beetje ondersteuning biedt. Maar ik denk vooral dat de jeugdclubs Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen inspanningen levert om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken en aan aandacht te geven. Hè, zodanig dat ze ook tijdens de wedstrijd kunnen genieten en goed spelen met de duiven natuurlijk. Want dat is het belangrijkste, presteren. Hè. Duivensport blijft vaak een familiegebeuren. De familie Verschoot is hier een mooi voorbeeld van. Mijn laatste seizoen, 2023. Op het einde van het seizoen ga ik alles verkopen van mijn duiven. En 1 januari 2024 neemt mijn derde zoon, Dieter, alles over om verder te spelen. En ik ga dan het onderhoud verder proberen te helpen doen met hem. Eigenlijk moet dat allemaal vanzelf lopen. Dat is niet zo dat je als jonge liefhebber er plotseling van vandaag op morgen kunt liefhebber worden. Dat moet eigenlijk in je genen zitten of erin opgroeien. Ik ben er ook in zelf in geboren. Ik was ook liefhebber van kinds af en nog altijd. En dat zal altijd zo blijven. Maar het is niet zo dat je de jeugd in één keer kan wakker schudden. Dat moet eigenlijk allemaal zo wat spontaan verlopen. Ik denk dat hij er zeker klaar voor is, want hij is net een duivenliefhebber. Het aantal jonge duivenliefhebbers stijgt niet alleen, ze pakken het ook alsmaar professioneler aan. De laatste jaren amuseer ik er meer van amateurisme naar professionalisme. En dat zorgt er wel voor dat je jonge, ambitieuze mensen gaat aantrekken. Maar meestal is iedereen wel gerelateerd met de duivensport van vroeger door grootvader, vader. Maar iedereen die er nu mee start, wil wel op een professionele manier het gaan aanpakken. Ik denk dat dat wel een positieve evolutie is.